Als jij denkt dat de Honda GL1800 F6C een powercruiser is, dan heb je gelijk. Als jij denkt dat de Harley-Davidson V-Rod een powercruiser is, heb je gelijker. Maar wanneer je vindt dat de Ducati Diavel een powercruiser is, dan heb je het allergelijkst. Met 162 pk en 131 Nm wil hij namelijk best vooruit. Wat heet, van stoplicht naar stoplicht sprint de rode duivel als één van de allersnelste. Dankzij de lange wielbasis blijft het voorwiel keurig aan de grond. Van 0 tot 100 km per uur raffel je in gemak binnen 3 seconden af. Daarbij laat je echt alles verdwijnen in de goed bruikbare spiegels die als verkleinglas lijken te werken. En omgekeerd sta je net zo snel weer stil, dankzij de uitstekende Brembo remmen en het goed functionerende ABS als figuurlijk vangnet. Waar blijven ze nou met hun F6C en hun V-Rods? En zo knal je net zo gemakkelijk van rotonde naar rotonde om deze vervolgens niet met samengeknepen billen te nemen, maar in redelijk ontspannen zitpositie. Ducati's visie op powercruisen betekent namelijk ook dat je er een lekker potje mee moet kunnen sturen, ondanks de mega vette 240 achterband. Oké, je moet wel een beetje werken, maar de Diavel is heel aardig te ronden en grondspeling is er genoeg. Nou zou je kunnen denken, daar kan ik wel mee thuiskomen. Maar dat is helemaal niet de bedoeling, want ondanks een uiterst merkwaardige maar niet oncomfortabele zithouding, kun je het er een behoorlijk tijdje op volhouden. En genieten van het verslavende 90 graden staccato dat uit de schitterende uitlaten rolt. Daarbij wordt het oor ook nog gestreeld door het machtige aanzuiggeluid van nog te verbrande lucht. Nee, naar huis gaan kan altijd nog. En dan tot slot nog even alle sterke en zwakke punten van deze motor op een rij.